Ik ben heel enthousiast omdat je extra beloond wordt via de melk voor duurzame investeringen in je bedrijf die je eigenlijk anders ja, toch misschien wel niet zou doen. En dat geeft gewoon ook een voldoening als ondernemer. Als je naar Nederland kijkt, dan zie je dat ongeveer 30% van ons landgebruik in handen is bij melkveehouders. Dat betekent dat ze een enorme impact kunnen hebben op de kwaliteit van ons landschap. En Friesland Campina toont leiderschap door echt het voortouw te nemen om nu te zorgen dat de Nederlandse zuivelindustrie en de melkveehouderij verder verduurzaamd wordt. Dit is eigenlijk de eerste keer dat er een meerprijs zit op het product zelf, die eigenlijk rechtstreeks terugvloeit naar de producent en de melkveehouder in dit geval. En dat ik op die manier mijn investeringen terug kan verdienen of nog meer kan gaan investeren in de toekomst om het nog duurzamer te maken. Als je dat product in die winkel koopt met dat keurmerk, dan weet je ook dat al die organisaties die daarachter zitten, daarin hebben meegedacht en het met elkaar eens zijn geworden dat dit een duurzamer product is. Heel veel initiatieven met zuivel zijn al ondernomen, maar zijn allemaal heel kleinschalig. En het mooie van Planet Proof is, denk ik, dat we de totale melkplas met Planet Proof kunnen bereiken. En dat is echt een hele grote stap vooruit. De biodiversiteit staat onder druk. En Friesland Campina kan een bijdrage leveren aan herstel door boeren te stimuleren te produceren in balans met natuur. En dat gaat alleen werken als boeren daarvoor een goede vergoeding krijgen. En daarvoor hebben we de biodiversiteitsmonitor ontwikkeld. Dit initiatief van Friesland Campina is een mooie eerste stap. Het gaat een beweging in gang brengen. Maar het is belangrijk om de opgave herstel van biodiversiteit in het vizier te houden. En uiteindelijk werken we aan een gezonde toekomst voor boeren en natuur. Ja, mijn droom is dat de Planet Proof zuivellijn één van de initiatieven is om te komen tot een leefbaar platteland met veel biodiversiteit. Maar waarin ook de waardering voor de agrarische sector voor melkveehouders weer toeneemt. Ik vind het ontzettend belangrijk dat we dit initiatief nu hebben. Ik zie het wel als een eerste stap in een belangrijke beweging om het anders te doen. Maar daar kan iedereen zijn bijdrage aan leveren en dat zal Friesland Campina dus ook gaan doen. En daar ben ik heel blij mee. Wij zijn blij met het initiatief van Friesland Campina. Wij zullen dat ook toe gaan passen op ons eigen merk, waardoor het breder gedragen gaat worden. Want hoe meer er meedoen, hoe beter het is voor het initiatief. En als we met dit keurmerk de goede kant op gaan, dan betekent dat straks meer bloemen, meer vogels, meer insecten. Het Nederlands landschap wordt er ongelooflijk veel mooier door. Ik denk dat we een wereldwijde uitdaging hebben en ik denk dat wij daar een oplossing voor kunnen bieden. En daarin zou ik zeggen, schaar je achter het initiatief. Het is goed, het is publiek. We kunnen dat, moeten het samen doen. Als Friesland Campina kunnen wij het niet alleen. De boeren kunnen het niet alleen. Dit is echt iets waar we met z'n allen de schouders onder moeten zetten. Doe mee.